Hij doet het. Dit is het begin van de opname. Ik lees voor uit het boek. De martelgang van Kromme Lindert. En dat is geschreven door A.M. de Jong. En hij is zo snel mogelijk doodgeschoten door de paus. Echt iemand waar de paus een pesthekel aan had. En we waren gebleven op pagina 10. En ik heb gezien dat er 4 views waren. Er zijn 4 mensen geweest. Die hebben tot en met pagina 10 tot dan hier gelezen. Mijn vingers zijn een beetje vies. Ik heb in de tuin gewerkt. Maar dat, ik heb geen zin om in de douche te gaan, onder de douche te gaan. Ja. Maar nu ga ik weer verder. Er was nog iets dat in Linderts nadeel pleitte. Op school was hij een der vlugsten en besten. Hij had met zijn scherp verstand en onvermoeide belangstelling spoedig ingehaald wat hij bij de anderen ten achteren was. Las verbazend veel in alle boeken die de meester hem maar brengen wou tijdens zijn langdurige ziekteperiode en zat nu in de hoogste klas. Op de juiste leeftijd. En met de naam veruit de knapste leerling te zijn. En dat maakte de toestand geenszins gemakkelijker. Gemakkelijker, staat hier. Zie je dat? Gemakkelijker. Voor hem. Want het arrogante instinct der gezonde dorpsjongens kon niet zonder nijdige geprikkeldheid aanvaarden dat zo'n scheve Krates hopen dingen beter wist dan zij en praten kon over dingen waar ze zelfs nooit van gehoord hadden. De bovenmeester nam hem wel goedig in bescherming, maar dat hielp niet veel. Want de bovenmeester had weinig te vertellen over de eigen eigenzinnige kleine rabouwen die hem brutaliseerden en in de klas de boel op stelten zetten zo vaak ze daar plezier in hadden. Even iets opschuiven. Zo vaak ze daar plezier in hadden. Meester Van Manen was een geleerde en goeie man, maar een pover onderwijzer. En orde houden kon hij volstrekt niet. En nu was het vanmiddag weer helemaal misgegaan. De Puit en Driekes Birres waren begonnen. En toen had Lindert zich kwaad gemaakt en was hard gaan schelden. De Puit had pret. Heel zijn bol. Stompzinnig komieke bakkes lachte. En hij was op een afstandje voor hem heen en weer gaan dansen. Zachtjes zingend. En nu komt de Brabants, de Diets, in die kromme die ette je in. Tralala, la 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 la. In die kromme die ette je in. Tralala, la la la. Almaar. Even voor jullie in beeld houden. Ik kan meelezen. Almaar op dezelfde trage treiterdeun. De jongens hadden gegierd van het lachen. En Lindert was buiten zichzelf geraakt van drift. Had tegen het stenen paaltje geleund. En toen in razende woede de Puit zijn kruk naar het hoofd gegooid. Natuurlijk had hij hem niet geraakt. Driekes gaf hem een duw. Driekes had hem een duw gegeven, zodat hij naast het paaltje in elkaar gezakt was
En de puit had die kruk, de kruk, drie huizen verder tegen de muur gezet. Treiterachtig schreeuwend. Eigen schuld, kromme eigen schuld. Mooi, hè? Echt mooi Nederlands. En lachend was het troepje weggehold, nog eens vol leedvermaak omkijkend naar de scheef tegen het paaltje hangende kromme. Dan waren ze om de kerk in de dreef verdwenen. Nu speelden ze daar joelend met de hele bende en Lindert zat hier, huilend van woede, machteloos, het magere lijf vol pijn en niemand was er in de dorpsstraat te bekennen, niemand die hem kon ophelpen en hem zijn kruk terug te brengen. Ja. Hij kon misschien proberen om zijn enige gezonde been er naartoe te kruipen, maar dat veroorzaakte vliemende pijnscheuten in zijn zwakke, kromgetrokken rug en bovendien, daar moest hij voorbij Duc. De slapende herdershond, dat ruige loeder. En hij was voor honden als de dood zo bang. Ze waren net zo boosaardig als de mensen, stoven luidkeels blaffend op de zonderling voorthuppelende kromme toe en al tweemaal was hij vinnig geknauwd door een verontwaardigde hond die zijn wonderlik verdraaide verschijning misschien een vuige hoon oordeelde aan het verheven geslacht der slaas beminde trotse en machtige heersers de mensen. Het belletje aan de deur van vrouw Meesters winkeltje relde, luidruchtig, een lange scheur door de stilte van de zomerse dorpsstraat en een breed gerokte vrouw met een witte haakmuts op kwam naar buiten, nog pratend en giechelend ten afscheid om achter zich om de winkel in. Vrouw Wildenberg van de Smit. Maar ze schommelde in al haar brede welgedaanheid de andere kant uit zonder nog om te zien en de kromme had niet de moed achter haar indrukwekkende rug om bijstand te roepen. Zachtjes nasnikkend stoof hij. Ik weet niet goed in beeld ligt. Echt heel ingewikkeld wat ik doe. Hè? Dus moet gewoon, jullie moeten mee kunnen lezen. Hè? Is, mooi Nederlands. Van een schrijver doodgeschoten door de paus. Respect en zo. Hè? Zachtjes nastrikken schoof hij wat rechterop tegen het paaltje, steun en rust zoekend voor zijn pijnlijke lenden, die smarten of er een scheur dwars overliep. O, als onze lieve Heer nou eens een wonder wou doen en hem recht van lijf en leden maken en net zo sterk als zijn broer Theo, die ze de Breeën noemen. Wat zou hij dan met zijn krukken boven zijn hoofd zwaaiend en schreeuwend van vreugde en machtige wraakzucht ineens tussen die smerige treiterkoppen daar in de dreef springen en ze op de tabernakel slaan en dat de kraakte en dat ze voor de voeten kropen en om genade smeekte. Maar onze lieve Heer deed tegenwoordig geen wonderen meer. En zeker niet voor hem. Lindert is dat dan? Zo'n krotus. Zo'n scheve kromme. En half lamme verschoppeling. Zo'n lelijk mirakel. Zo'n akelig misbaksel. Misschien als hij nou eens rijk was. Een edelman. Of een koning. En hij beloofde
een kapel of een grote kerk te stichten op de plaats waar het wonder gebeurde. Maar hij kon nog niet eens een heilige beeld beloven. Hij kende de geschiedenis van zijn ongeluk en voor zijn 100ste maal betreurde hij het dat hij toen niet liever zijn nek gebroken had dan zijn poot en zijn ruggengraat. Goed kan lezen. Was hij er meteen uit geweest, had hij al die gemene plagerijen niet hoeven te doorstaan. Wat had nou een mismaakt onderkruipsel als hij aan zijn leven? Moe en duizelig zat hij dubbend voor zich uit te staren. Zweet en stof jeukte op zijn voorhoofd, neus en bovenlip. De hand en arm waarop hij steunde waren gevoelloos geworden en als het nog lang duurde zou hij omvallen en daar als een hoopje vuil op die harde, puntige keien liggen. Toen hoorde hij lichte klompen stappen achter zich en wendde moeizaam het hoofd half om. Zijn bleek vertrokken gezicht klaarde op. Daar kwam Anneke van Tilburg aan, zijn buurmeisje. Die zou hem helpen. Ze was een paar jaar jonger dan hij en ze deed nooit mee aan het gezar. Nou, Theo niet meer thuis was, ging ze vaak om boodschappen voor zijn moeder. En zij had iets van deze zorger samen eet voor de krommen overgenomen. Bedrijvig dribbelde ze naderbij en vroeg op bezorgde moedertjestoon: was jou er door, Krom? Hij wou antwoorden, maar zijn keel was te droog. Hij slikte en kreunde. En er maar één kruk? Vroeg Anneke verwonderd. Waar is de andere dan? Die stoot door Gunther werd, vertelde Lindert met zwakke stem en wees met zijn hoofd in de richting van de kruk. Anneke begreep dat er weer een gemene streek uitgehaald was en riep driftig: wie heet dat dan? Wie heet dat gedon? De peut, bromde de Kromme. En giftig, voegde hij erachter, ik wou ie allebei met zijn poot gelijk brok die smeelap. Een akelig jong toch, schimpte Anneke troostend. Ik zal het eens lekker tegen de meester zeggen morgen. Morgen, wacht, nou zak eerst even rap je krukgenhol. Gekrukgenhol. Gekrukgenhol. Mooi hè dit. In de Tweede Wereldoorlog is die vent doodgeschoten. Als je het hebt over politiek correct, dit is niet politiek correct. Hè. Allee Kromme, nou zak je ze overeind helpen. Toe, hou je handen maar rond mijn nek. Hou je handen. Maar om mijn nek. Zo zie je wel. Nog goog het. Daar stoot hij al. Hier. Dat betekent hier. Hier. Nou deze kruk ook onder je arm. Deze kruk ook onder jouw arm. Hier. Nou deze kruk ook onder je arm. Zo goed. Kloor. Jo, merci. Nou kan ik wel. Kan ik wel. Wel. Verschrikt keek Anneke de stotterende jongen aan. Hij zag opeens zo bleek, zo wit als krijt.
Hij beefde dat zijn krukken heen en weer bewogen en het zweep liep tappelings van zijn voorhoofd aan slapen. Angstig zocht ze rond naar grote mensenhulp, maar de dorpsstraat lag even verlaten in de zon te blakeren als daar straks. Ze hield steunend. Ik probeer even de camera bij te houden. Haar stevige kleine arm rond het smalle, trillende lijfje van de kreupele, die wankelde en nijdig de tanden open beet, de ogen wijd gesperd, in driftig verzet tegen de duizelende slapte die dreigde hem te overweldigen. Wat doet erop, Krom? Vroeg Anneke benauwd. Worden misselijk soms. Lindert slikte, zuchtte diep en greep zijn krukken vaster beet. Nee, ja, steunde hij moeilijk. Nee, Anneke, het gaat al. Volgens mij, de volgende, ik stop ermee hoor. Het gaat al, oké, deze leef ik uit, zie je. Het gaat al. Dat is pagina 14. Het gaat al over. Hé, ja. Ik was zo meters moe, zie je. Maar nou is het goed. Het wordt al beter. Mooi, hè. Echt mooi taal. Nou, we zijn dus gebleven op pagina 14. Ik ga er eventjes geen streepje onder zetten. Ik doe er gewoon een papiertje bij. Opzij. Dit was dus de martelgang van Krom en Lindert. En dan uitzending 4 tot en met pagina 14. Ja, ah nee, het begin van 14. Het is heel mooi om je kinderen te laten horen voor het slapen gaan. Hou die kinderen tenminste hun bek. Maar wat je niet wil is dat kinderen tijdens de nacht wakker gaan worden. Hè. Nou, lieverd, even kijken waar mijn handen zijn. Okay. Ja. Nee, ik dank jullie voor het kijken en het luisteren. En dat was hem dan. En dan gaan we, morgen gaan we weer verder met de volgende uitzending van de martelgang van Krom en Lindert.